Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. De Nasdaq en S&P 500 sloten bijna een procentje hoger in een verder toch tamme handel. Boeing hield de Dow Jones onder druk en die liep nauwelijks op. Donald Trump is nog steeds overtuigd dat er een goede deal met China gesloten gaat worden. De chipsector trok aan in Zuid-Korea en hielp daarmee de Kospi-index hoger. Chinese markten bleven vrijwel onveranderd. In Japan waren de financiële markten gesloten in verband met de nationale feestdag. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen vrijwel onveranderd. Randstad zag de autonome omzet met 2% dalen naar 6 miljard. En dat is iets onder de verwachtingen. Vooral de markten in Duitsland en Nederland lieten een forse daling zien. Per saldo steeg de bruto marge nog wel tot boven de 20%. Met de outlook is men dan ook een beetje voorzichtig en ziet toch een iets lagere bruto marge. ArcelorMittal ziet een eerder door de Italiaanse regering afgegeven bescherming tegen claims op het overgenomen staalbedrijf Ilva verdwijnen. En mogelijk laat ze de staalfabriek nu sluiten. Koninklijke Olie ontkent dat het iets te maken heeft met een onbekend olielek dat al weken de kustgebieden in het noordoosten van Brazilië vervuilt. We hebben op de agenda staan bestaande huizenverkopen om 4 uur vanuit Amerika. En Credit Suisse zet Relax op kopen, koersdoel 24. KBC zet Heineken, koersdoel 105 en kopen. En hetzelfde doen ze bij AB InBev. Oppenheimer zet Chiaris Pharma op kopen met een koersdoel van 8 euro. En morgen is er weer een nieuwe markets update van BNP Paribas.